Ik heb een hele belangrijke mededeling, een hele erge mededeling. Tom Clancy is dood. Dood? Ja, overleden. Dood, hè? Als met deze hartstikke erg natuurlijk. Dat is heel erg. Ik kom even bij. Dat is in de hand van Nick. Hij is 66 geworden. En, dat is helemaal niet zo oud. Nee, hij is niet zo oud. Dat zeggen ze altijd, maar 66, het is best wel oud. Het is nog niet heel duidelijk waaraan hij is overleden, maar ik denk dat hij ziek is dan. Gok ik. Oké. Okay. 66 jaar geleden in het ziekenhuis is hij overleden. Dus het zal niet, denk jij dat dit invloed heeft op de games? Nee, denk ik niet. Ik denk niet dat hij ook al de games schreef. Maar hij ontwikkelt ze toch in zijn eentje? In zijn eentje, ja. Hij precies. Maakt toch in eentje al die vette games? Op zijn zolderkamertje? Ja, nee, natuurlijk niet. Dat gaat gewoon door. Zijn naam werd eraan ontleend. Want hij heeft wel de series, of in ieder geval de series kan wel uit zijn. Achtergrond, hij heeft volgens mij een heel team dat aan allemaal boeken schrijft om Tom Clancy. En daar komen de games ook vandaan. Okay. Dus, maar ja, het is wel een grote naam. Het is een van de grootste namen in de gamesindustrie eigenlijk. FF, dan wil ik van jou weten, wat is zijn tofste game? Wat is de tofste Tom Clancy game? Oh jee. Ik ga gewoon iedereen af. Ik denk, hoe heet hij weer? New Vegas? Rainbow Six Vegas. Ja, ja, nou ja, ik dus ook. Ja. Dat is saai. Kom maar even naar Jelle. Jelle! Ja! Tom Clancy is dood. Ja. Dus ik wil van jou weten. Wat de ding? Ik zit dan wat super. Jij gaat nu heel snel een lijstje bijhalen. Dat is echt nep. Nou, ik had zelf al een favoriet in mijn hoofd. Wat ik ook kon komen is Ghost Recon 1. Dat is echt. De allereerste Ghost Recon. Ja, dat vond ik echt, echt een hele vrede game. Maar ik zie hier nog inderdaad wat er nog meer is. Want ik zit te kijken, vergeet ik niet een. Hawks bijvoorbeeld, wat ik wel oké vond. Antwerp vond ik niet zo heel interessant. Ik weet er nog wel eentje. De laatste Rainbow Six. Dat vind ik een van die vergeten games van vorig jaar, die fucking vreed was. De laatste Rainbow Six? Ja, of de laatste Ghost Recon. Future Soldier. Die echt super goed was. Ja, nee, maar ik vond dat nog steeds zag dat stijltje een beetje in de eerste Ghost Recon al. Hoeveel games heeft er op zijn naam staan? Echt heel veel. Heel veel. 44. Ja. Of misschien Splinter Cell. Nee, ja, dat is de inkopper, die doe ik niet. Nee? Nee, het is echt Ghost Recon 1. Nee, bij mij Vegas.